Het is nog altijd niet rustig in de straten van Brussel. Overal waar we lopen horen we sirenes en er cirkelt nog een politieheli in de lucht op de plek waar de twee aanslagen zijn gepleegd op het metrostation. Het Europees Parlement heeft de vlaggen half stok gehangen en we hebben met één iemand kunnen spreken die vanuit zijn kantoor uitzicht had op één van de twee metrostations waar de aanslag werd gepleegd. Luistert u mee naar Chris van der Plas? Ja, ik heb enorm moet tellen zo'n 30. Rond de 30 gewonden zeker niet buiten gekomen zijn. Een klein kindje van 3 jaar, een meisje met haar verbrand, huid verbrand. Een vrouw die in verwachting is, die kwam buiten. Er waren bussen ter beschikking gesteld om de lichtgewonden weg te voeren. De mensen durfden zelf niet meer in de bus stappen. Bang van ja, dat het waarschijnlijk iets met de bus ook kon gebeuren. Dus nee, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Als dat zo dichtbij is, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Wel, ik zat juist boven op het 3e verdiep. Ik werk daar op de hoek van juist boven het metrostation. En op een zeker moment, ik was juist nieuws aan het bekijken wat er gebeurde op Brussels Airport. Dat ik plotseling een schok voelde. En dan keek ik door het raam en zag ik de mensen dus bloedend en roepend en tierend buiten komen. De meeste mensen in shock. Dus wij mochten op dat ogenblik niet meer buiten. Dus ik heb alles van achter het raam gezien. Mijn collega's die hier staan, die hebben dus de eerste hulp geboden. Toen als de ziekenwagens en de politie eraan kwamen. En dan, voilà, dus het was heel erg om te zien.